30 Minutes Live. Het is 3 juli 2021. Het is het Britten van zaterdag. En ja, we zijn dus live. Echt live. Ik zal eens zien hoe lang de kat erover doet. Dat het daar problemen over maakt. Dus is nooit een fan van live. Is goed, sowieso geen fan van dat zij de aandacht niet heeft en ik de aandacht aan de microfoon geef. Dus ik hoop dat de audio-kwaliteit een beetje goed is. Het lijkt alsof ik niet op een al te harde manier moduleer. Nou, dit is beter waarschijnlijk. Ja, ik zal Blasco maar uitzetten. Zoals gewoonlijk heb ik niks voorbereid. Dus ja, waar gaan we het dan over hebben? Vanochtend, dat had ik wel, als ik tijd gehad had, kunnen gebruiken. Ja, de reden dat ik live ben is tweeledig, laat ik daarmee beginnen. Ik had gisteren, de afgelopen dagen ineens het idee van ik zal maar eens weer wat live doen. En gisteren, het was altijd op vrijdagavond dat ik dat, of vaak, dat we dat deden. Maar gisteren, toen ik daarmee bezig was, ik had toevallig 's ochtends uitgebreid naar mijn eigen YouTube-publicaties gekeken. Dat was, ja, 's ochtends of 's middags. Weet niet meer waarvoor, maar toen zag ik ineens meerdere uitzendingen van afgelopen zomer en afgelopen najaar die ik samen met Jurgen had gedaan. En toen schoot ik gisteren ineens vol. Dit is dan ook de eerste nadat Jurgen er niet meer is, zeg maar. Hè. Dus het is toch, het is een beetje rauw nog. Ik heb de laatste week eigenlijk, mis ik hem meer. Dat is, ja. Het was wel een goede kameraad. En hij was er altijd bij op de chatkanaal. En verdikke me man, waarom is hij er nou niet meer? Dat is echt, ja. Maar goed, we herdenken hem aan het eind van elke uitzending. Dus wat dat betreft, nou ja, hij is allerminst vergeten. Laten we het daar op houden. Ja, vanochtend een heel boeiend curso bij de ochtend. En voor de aardigheid had ik daar maar een YouTube-filmpje van gemaakt, denk ik ook. Ik wil er niet echt promotie voor maken, maar het is toch ook wel leuk als er wat van op internet staat. En ja, het staat wel in de vorm van verschillende uitzendingen van de Daily Minutes, waar die cursus ook wel in voorkomen. Hoe heet dat? Ik zit nu ineens op het chatkanaal. Goeie avond, Casper. Maar, verdikke me. Ja, ik heb ze dus wel op internet gezet, dus wat dat betreft. Maar het is wel leuk om daar een filmpje van te maken. Kun je ook zien met wat voor portofoon ik werk. Ik zag dat ik hem nodig een keer moet schoonmaken in het filmpje. Dat is pijnlijk duidelijk tegenwoordig. Ik zie dat op steeds, ja, ik zie dat op steeds meer plekken in mijn huis. Ook doordat ik zo verschrikkelijk veel beter ben gaan zien. Ik heb erg slecht schoongemaakt in het afgelopen half jaar. Terwijl de visus is teruggelopen. Ik loop even naar mijn porto's, want anders dan gaan die hinderlijk door mijn QSO heen zitten kletsen, heb ik de indruk. Dus even kijken. Ik loop dus even weg. We zijn live, dus ik moet audio blijven maken. En de koers heeft ze nog niet geroerd. Dat valt er weer mee. Twee porto's. Eentje die uitstaat, maar nu weer aan. Hurricane is moving very quickly. All
at clearest Cuba, isn't it supposed to downgrade a little bit to 65 miles an hour and be just below a cat wing when it gets to you? Het zijn een aantal netten waar ik sinds een week, ik heb het al eerder over gehad, heb mijn repeater PI3XTV aan gekoppeld heb. Tijdelijk hoor. Maar het is wel een leuke test voor de repeater die soms 3 dagen achter elkaar heeft staan zenden omdat het daar zo verschrikkelijk druk is. Maar het leuke is dus, het zijn netten die, waar heel veel over meteo gaat. En dat is leuk, maar wat van de week grappig was, dat was dat er toevallig veel meerdere van die netten plaatsvonden in het gebied in Canada waar het zo warm was. En sterker nog, vanochtend bij hun, het was hier begin van de middag, was er een net in Canada waar iemand in de loop van de dag ook hulpgoederen aan de mensen van dat plaatsje ging brengen. Omdat die plaats, zoals we waarschijnlijk uit het nieuws wel gezien hebben, inmiddels is afgebrand door bosbranden. Dat was de plaats waar het warmste was in Canada. En die mensen die zitten nu in een shelter. En die meneer, die amateur die we daar hoorden, die was dus... ik begin heel officieel te praten ineens nu ik voor de microfoon zit. Maar die was in ieder geval, die ging met een truck waar ze in het dorp waar hij dan weer woonde hadden ingezameld. Ging met een truck met hulpgoederen naar die shelter toe. Dus that's the way we do it here in Canada. En het is daar natuurlijk heel dun bevolkt, dus dat is een andere mentaliteit. Hè. Hier heb je in Nederland de naberplicht, had je in het noorden, maar dat is daar nog wat sterker, omdat als iemand in nood zit, dan sta je ze gewoon bij. Jawel, maar het is wel leuk om mee te luisteren. Dit is echt, ja, soms vind ik dat, een paar weken geleden had ik ineens, dat was een groep rondes die me heel kort werd doorgegeven. Die conferences die zitten aan allerlei bridges gekoppeld. Een bridge is vaak dat is eigenlijk de term voor een link tussen twee modulatiesoorten. Maar er zijn bridges en hele systemen van die aan elkaar hangen. En sommige conferences die doen, net als sommige repeaters, maar tijdelijk mee. En dat was heel leuk. Dat Spaanse, dat speelde zich af in twee steden, onder andere in Catalonië en... iets van 100 kilometer naar de plaats, dan ben ik even vergeten. Maar het grappige daar was dat ik... Die mensen waren heel aardig. En ik viel er dus middenin. En ik had gewoon... Ik heb bijvoorbeeld die gecursos die je nu hoort. Dat zit op mijn porto. En ik zit vlak bij de repeater natuurlijk, 3 meter er vandaan. Maar hier in heel Amersfoort kun je gewoon de microfoon in knijpen. En dan kun je wel meepraten. Dus dat kan ook. Dus dat deed ik bij die Spanjaarden. En de grap was dat ik pik een taal heel snel op, maar ik had al heel lang geen Spaans meer geluisterd. Ik luisterde gisteren of zo naar een Spaans presentatie ergens van en ook nog wat andere dingen. En toen verstond ik het fantastisch goed, maar op dat moment had ik er toch moeite mee. En normaal gesproken is dat bij amateurs helemaal niet zo, want het is een bekend onderwerp en dat is makkelijk. Als je een taal wil leren, moet je trouwens het nieuws kijken, want... Of iets anders wat bekend is. Kijk, als het over een bekend onderwerp gaat, zoals centromotorisme, spoortreinen, dat zijn onderwerpen waar ik wel wat vanaf weet. En in een aantal talen heb ik het wel eens met mensen over spoortreinen gehad, met handen en voeten. Dus maar als je taal wil leren, ga dan gewoon naar het nieuws kijken. Want het nieuws, de internationale onderwerpen, die ken je al. Tenminste, ik neem aan dat je nieuws kijkt, niet iedereen kijkt nieuws. Maar goed, als je nieuws kijkt, dan ben je op de hoogte. En dan is het veel makkelijker om iets in een andere taal op te pakken. Zo heb ik redelijk weer Frans verstaan. Maar ik heb altijd een acclimatiseringsperiode nodig om erin te komen bij taal. Dus, ik wil terugkomen naar de kern. Ik zat dus op die Spaanse conferences en zij spraken geen woord van welke andere taal dan ook. Dus ik kon het in het Engels proberen, maar dat ging niet. Nou zie ik ook, ik moet mijn leesbril pakken, want ik kan wel heel goed zien tegenwoordig, maar het scherm is te dichtbij. Kasper, even kijken. Even kijken, ik weet niet of Pascal dat weet, maar is Pascal, ik ben live. Maar ik zat dus met handen en voeten met een van die Spaanse amateurs te praten. En dat was geweldig. Dat was echt heel leuk. Want ik spreek Spaans helemaal niet. Ik versta het dan wel een beetje, maar ik spreek het niet. Dus ik begreep hem wel een beetje. Maar voor de rest, het was puur met handen en voeten. En we zagen elkaars handen en voeten niet. En toch was het een leuk uur zo.
Dus dat was wel grappig. En die mensen waren heel aardig. Ik bedoel, ze hadden daar een soort contest lopen. Dus ze hadden ook kunnen zeggen van nou, fuck off. Ik bedoel, je bent een storende factor hierin. Maar dat ging hartstikke leuk. Nou goed, in ieder geval, dat hield dus na een paar dagen op. Ik had hem nog niet langer op de repeater willen laten staan. Maar het droogde mezelf op. Na 3-4 dagen was het verdwenen. Ik denk dat ze gewoon de betreffende conference van de rest van het cluster afgehaald hebben. Nu blijft het een week hoorbaar, al heb ik de indruk dat er meerdere afgehaakt zijn. En je hebt van die constructies die heel tijdelijk zijn, dus soms een week, soms 3 weken, soms een paar dagen, soms een deel van een dag. Maar je hebt ook die permanent zijn en je hebt er ook die schakelen. Dus bijvoorbeeld de conference waar VK6 FLAB op zit, Onno in Perth. Die conference die heeft een bepaalde configuratie op het moment dat hij zijn ronde houdt. Heeft er een window van een uur voor. En daarvoor zit er een Amerikaanse ronde op de conference in Perth waar ik aan link. En die koppelingen die gebeuren automatisch. Dus dat, op dat tijdstip is gewoon die configuratie in de lucht. En hebben die mensen toegang tot die reflector. Je hebt nog niet zoveel gemist, Pascal. Nou, 11 minuten of zo. Langer niet. En ik heb heel veel onzin gepraat aan het begin. Dus zoveel heb je niet gemist. Ik lieg maar, want anders verlies ik hem als luisteraar natuurlijk. Ik kan niet zeggen dat je echt de crux... Maar ik ga het nog herhalen, Pascal. Het is opgenomen. Dus wat dat betreft... jeetje. Wat triviaal. Gaan ze over de VS zitten praten op het chatkanaal. Nou, jongens... Als het niveau tot dat... we zijn centamateurs. We hebben het dan over de propagatie of zo. Ik bedoel de opkomende zonneactiviteit. Er is genoeg te vertellen. Ik heb geen idee hoeveel luisteraars we hebben. Ik schrik iedereen af met mijn gelul natuurlijk. Dat is ook wel weer zo. Van de week was ik keer op de 60 luisteraars. Dus dat was... IRC-amateurs, inderdaad. Propagatie of propaganda? Waar gaat het nu over? Pijnlijk onderwerp. maar goed. ja, kijk. Ja, dat was een Duitse groep vroeger. Hè? Soms uit de linkse politiek. Die heette Propaganda. Ik weet niet of je die kent. Maar goed. Het was wel leuke muziek trouwens. Maar alleen toen. Nu is het niet leuk meer. Maar dat terzijde. Maar goed. Dus het is wel erg leuk om naar die rondes te luisteren. Het enige vervelende is... dat ik een beetje ongerust ben als mijn repeater zo verschrikkelijk vaak zendt. Dat de mensen hier, dus ik zit midden in een woonwijk en op 30 meter, op 300 meter, daar zitten allemaal zendamateurs. En ik hoop niet dat die er last van hebben. Maar volgens mij is er maar één serieuze DX'er binnen een halve kilometer afstand op 2 meter. Dus ik hoop dat het meevalt. Maar anders dan, nee, goed, ze kunnen mij ook mailen natuurlijk. Maar ik heb wel heel veel reacties er al op gehad dat ik het doorgeef, dat wou ik zeggen. En dan met name van luisteramateurs. Dus dat is ook alweer leuk. Of vragen van, ja, ik hoor ineens allemaal Engels. Weet jij hoe dat zit? Maar ik heb het erop laten staan vanwege die interessante gesprekken. Vooral die... Dit is een repeater op 2 meter. Mijn repeater, ja, beide eigenlijk. Het is een beetje een ingewikkelde repeater, maar momenteel heeft hij 1 ingang en die zit op 439.975 en er is een uitgang op 144.875. Dat is ook niet werk. Maar normaal zit er een ingang op 24.980, 29.610, 50.570, 70.350, 144.875 en 439.975. En dan heeft hij ook nog een... het is geen transponder. De transponder is lineair, hè? Het is een crossband repeater, zoals het officieel heet. En ik heb een vergunning waarbij ik niet gebonden ben aan de ingangsfrequentie. Dat is tegenwoordig zo. Alleen de vergunning die ik heb, die is nog wat vrijer dan de vergunningen die je daar tegenwoordig voor kunt krijgen. Maar ik mag in principe iedere modulatiesoort en iedere amateurband waar legaal op gezonden wordt, mag ik doorgeven. Dus, en dat doe ik ook. Ik heb ook nog een SSB-ingang, maar die is tijdelijk geweest, op 50 MHz. En die kan ik wel weer inschakelen, maar dan moet ik wat dingen aansluiten. Er zit ook een SSTV-repeater in, die is momenteel ook niet operationeel. Nee, dat mag niet, Pascal, dat mag niet meer. Dat is een bemande repeater, zoals dat vroeger heette. Dat was toen toegestaan, maar tegenwoordig mag dat niet meer. Dus je mag alleen nog dingen relayeren officieel. Dus daarom is zo'n hotspot moet gedoogd worden. En die is niet officieel toegestaan.
Maar goed, ik heb een vergunning waarmee je dus heel veel mag. En ik mag gewoon een andere ingang kiezen. Wat ook kan is, ik heb op 70 centimeter, dus de ingang op 70 is 439,975. Maar ik heb ook een uitgang op 70 centimeter en die is 9 megahertz lager op 430,975. En daar zit die star op. En dat is een hotspot momenteel. Dus dat wil zeggen dat je kunt zenden op de zendfrequentie van de hotspot en dan kom je op het netwerk terecht. En ik zou er een repeater van kunnen maken, en dat mag ik ook, door er gewoon een extra ontvanger aan toe te voegen met een ingang op. En dan is ook nog niet eens zo belangrijk welke shift dat ik gebruik. Het is onhandig om een omgekeerde shift te gebruiken, want dat is nooit een goed idee. Maar wat ik zou kunnen doen is een shift van bijvoorbeeld plus 4 megahertz of zo maken. En dat mag gewoon. En dat heb ik ook wel eens overwogen. Ik heb ook al eens overwogen om op 2 meter een ontvanger op 145,475 te zetten. Dat is plus 600 kHz ten opzichte van mijn uitgang. En dan zou ik die bij een amateur hier in de buurt neerzetten. En dan zou je dus met shifter ook overheen kunnen werken. Maar de frequentie, de huidige 2 meter frequentie is de zendfrequentie. En die werkt alleen uiteraard, die relieert niet. Maar die werkt wel als je als je naar Echolink toe wil zenden. En je kunt hem ook als papegaai repeater schakelen, de repeater. Wat ik nog een keer wil doen is, ik wil beslist nog een keer met een transponder inderdaad. Een lineaire transponder experimenteren. Ik heb dat wel eens gedaan, maar dat was heel primitief. En ik zou het liefst zo'n ding dan aan een vlieger op willen hangen. Het enige is dat je daar van AT geen vergunning voor krijgt. Mobiele repeaters willen ze niet. Dus dat wat moeilijk. Dat kan alleen illegaal. Maar goed, misschien kan ik er wel wat op bedenken dat het wel mag. Ik weet wel hoe. In ieder geval dat er niet veel gedonder van komt als je dat doet. Omdat het toch eigenlijk op een klein detail naar wel legaal is. Ik heb inmiddels met de 24e. Ik zit te reageren op de chat trouwens, hè, voor de luisteraars. Die niet op de chat mee lezen. Je kunt je daar, dus op IRC als je dat wilt, je kunt daar meedoen. Op IRC is dat deltamike.shorties.be. Deltamike.shorties.be, dat is de server. En Shorties is Sierra Hotel Oscar Romeo Tango India Echo Sierra. Dus dm.shorties.be. Waarom ik het nu in het Engels doe, weet ik ook niet. Maar het is dm.shorties.bravoecho. Belgisch domein. Ik heb ook de Nederlandse Shorties.nl. En die Belgisch is een beetje waar al mijn scripts voor websites en zo aanhangen. Dus op de achtergrond werkt alles met Shorties.be. Maar in ieder geval dm.shorties.be en dan op IRC. En dan het kanaal Daily Minutes aan elkaar vast. Hekje Daily Minutes. En het kan ook via Mattermost van Scope. Als je daar een account hebt, dan kun je er gewoon inloggen. Dan hoef je niet aan te melden. Kijk eens. Bravo. Dat is die star. Maar dan kun je dus op Mattermost van Hobbyscope ook meedoen. Dan hoef je niet aan te melden. Dus een kanaal waar je zo in kan. En dat heet Daily Minutes. En dan kun je ook meedoen. Dus er is een koppeling tussen de twee. Hier is de illegale John, jawel. Kijk, een John via D-Star. Dat klinkt dus als volgt. Dit is een test. Dit is PA6 Echo met een test. Dit is een test. Dit is PA6 Echo met een test. Zo werkt dat dus. Want ook met D-Star kun je een papegaai maken. Op de maan, jawel. En met de FCC wel, hè? Die claimen dat. Tenminste, zodra je vanaf Amerikaans grondgebied iets lanceert, dan claimen zij de soevereiniteit daarover. En dus hebben ze laatst ook iemand die zonder toestemming van de FCC allerlei satellieten in de lucht bracht en gevangenisstraf gegeven. Ik weet niet of het voorwaardelijk was, maar die heeft op zijn donder gehad. Vind ik een beetje aanmatigend, maar goed. Er is een meneer die zegt dat hij de soevereiniteit over de maan claimt. En die wordt door sommige mensen serieus genomen en die hebben dus bij hem alvast een grondclaim ingekocht. Waaronder het Engelse Koningshuis die dat gedaan hebben. Ik zou zo'n figuur nooit serieus nemen. Ik heb trouwens net nog een mailtje van Prins Michael onder ogen, jawel. Maar dat werd doorgekeurspeed door iemand anders. Ik moet zeggen, hij was niet aan mij gestuurd. Ik heb wel eens met Michael gemaild. Prins Michael. Zijn mailadres
is, nou, er staat, ik zal zijn adres niet zeggen, maar zijn mailadres staat bij Michael of Sealand. En dat is Prins Michael van Sealand, van de Micronatie. Dus er staat een nieuw filmpje over de Micronatie. Of nee, een oud, niet gerefurbished, maar misschien wel. Filmpje op... daar heb ik nog niet aan gedacht. Onroerend goedbelasting op de maan. Nee, als hij soevereiniteit claimt, dan moet iedereen aan hem betalen. Dat is een, soevereiniteit is een gelddiode. Hè? Net als de belastingdienst. Je kunt dan een belastingdienst opzetten als je, als je soevereiniteit ergens over hebt. Dan kun je belasting in. Dat is gewoon als op Sealand mensen gaan wonen. Dan kan de regering daar, die kan zeggen van nou, je huurt hier een kamer, dan moet je zelf onroerend goedbelasting. Ik weet niet of ze dat hebben, maar als dat in de wetgeving staat, dan kunnen de wetgeving er ook op aanpassen. Sealand is op zich de facto zelfstandig. Het is gewoon een zelfstandig land. Al ligt het officieel, zou het binnen het Verenigd Koninkrijk liggen. Maar ze hebben afspraken waarschijnlijk erover waardoor dat niet zo is. Dus het is wel degelijk een stuk afzonderlijk land waar de Engelsen ook toestemming vragen. Er ligt een boei van de haven van Ipswich ligt binnen de territoriale wateren van Sealand. De Britse overheid heeft een lopende toestemming, maar ze hebben dus wel toestemming nodig, zeggen ze zelf, van Sealand, om die boei te mogen onderhouden. Dus als daar monteurs naartoe gaan, dan bevinden die zich binnen de soevereiniteit van Sealand. En er is een verschil tussen soevereiniteit en grond aankopen. Onroerende goederen, zeg maar. Als jij een stuk grond voor een huis koopt, dan ben je daarmee niet, dan is dat stuk grond niet soeverein. Dat is het pas als het niet bij een land hoort. Ofwel een nieuwe het nieuwe entiteit, of dat het toegevoegd wordt aan een entiteit. Maar je kunt wel ergens de onafhankelijkheid over uitroepen. En daar kan een staat op meerdere manieren op reageren. Ze kunnen dat contesten, hoe zeg je dat in het Engels? Ze kunnen dat aanvechten. En ik praat de hele week al Engels. Dus ik merk dat ik de laatste anderhalve dag enorm moeite heb om soms in het Nederlands te praten. Gisteren was een waanzinnig drukke dag. Dat was echt niet te geloven. Dat was echt waanzinnig. Maar goed, ik had het ergens over en ik werd al niet meer waar over. Over die rondes volgens mij nog. Maar micronaties, dat is een onderwerp waarmee je mij altijd afleidt. En ik weet niet hoe we daar nou op komen. Oh ja, over die maan. Dat is wel handig van een chat. Anders moet je nadenken, waar ging het ook alweer over? Maar goed, er is inderdaad een man die de maan claimt. Er zijn ook wel meer mensen die dat claimen. Er is ook iemand die heeft Antarctica geclaimd en iemand die de Noordpool heeft geclaimd. Er zijn er nog meer dingen. En de landen die... Antarctica is een bijzonder gebied, want de landen die hebben afgesproken tot een bepaald jaar volgens mij om daar geen claims te doen. En we komen steeds dichter bij het jaar of we zijn daar al. Maar Nederland heeft nooit iets van Antarctica geclaimd. En dat vind ik een beetje raar, waarom we dat dan niet gedaan hebben. Schimmert, ja. Ja. Ja, voor mij moeten we gewoon van Limburg een zelfstandig land maken. Gewoon een tweede Luxemburg. Hè. Ik bedoel, ze hebben een eigen taal, dat is Luxemburg. En het zijn sympathieke mensen allemaal. En ze hebben veel meer stijl dan de Nederlanders. Ze horen er gewoon niet bij. Nou, het verschilt per provincie. Als je die boeren in het noorden hebt, die zien er net uit als Hollanders. Maar als je in Maastricht rondloopt, dan waan je af en toe in Parijs. Hè. Dat is echt, wauw, mensen die besteden daar echt... Ik snap niet of die mensen veel meer geld hebben, want dat moet toch hartstikke duur zijn. Je elke week naar de kapper gaat voor 100 euro. Ik bedoel, wie kan dat betalen? Dat is, dat mag je een keer uitleggen, Pascal, maar dat doen we dan niet in de openbaarheid. Of zit er zelf een zwart geld? Nee, maar Emmen, dat is de culturele hotspot van de drie noordelijke provincies, wil ik dan wel even stellen. Gewoon omdat ik aardig ben, of niet omdat ik dat vind. Maar ik jaag een heleboel mensen zo tegen me in het harnas. Dit zijn grappig bedoelde opmerkingen. Ik zeg er expres bij, je hoeft het niet grappig te vinden. Het zijn grappig bedoelde opmerkingen. Ik heb net een paar filmpjes zitten kijken van Nicki Minaj. Dat is echt wel wel lachen hoor, dat mens. Jongen. Ik bedoel, 20 four-letter words in een stukje tekst van 10 seconden, dat is toch behoorlijk knap. Maar goed, ze is wel rapster, hè. Dus
Maar dit is aan één stuk door, is dat fuck. En daarna doe maar. En nou goed, dat heb ik al een stukje van Sofia Vergara zitten te kijken. En dat is helemaal leuk. Die echt. Dit is wel een hele mooie mevrouw, maar die is echt zo verschrikkelijk grappig met haar Colombiaanse tongval. Echt geweldig is dat. Maar goed, dat is zij. De linkjes die staan erboven in het chatkanaal. Dus als je mij niet wil luisteren, dan kun je altijd nog een stukje door naar boven scrollen en dat beluisteren. Maar goed. Dus even kijken of de Amerikanen nog. Oh jee, ik had bijna mijn recorder op de grond. Door het bandje van mijn porto die om de recorder heen gewikkeld was. Wat je hoort is dat hij een airco aan heeft staan. Ik heb deze meneer vanmiddag eerder gehoord. Het is daar heel cool, zeggen ze. Waarom heb je je airco nog aan staan? Gaat niet meer goed. Nee, Casper heeft volgens mij Epic heeft Casper D meer. Yes, I've been through Willow. On the train. It's been, oh gosh. 10 years now, I guess. And, so started off on the train at Anchorage. The train leaves Anchorage at, I think it's 8 in the morning. It's a 12-hour ride up to Fairbanks, and the Southbounder runs every day, and it leaves Fairbanks at the same time, 8 a.m. Het piepje wat je tussendoor hoort, dat is als hij even de echolinkverbinding kwijtraakt. Dat horen, maar Anchorage to Fairbanks is een 12-hour train ride. Treinen gaan dan niet super hard daar in Canada of in Alaska, maar dat is toch wel een behoorlijk end inderdaad. Ik geloof dat ze destijds Alaska van de Russen gekocht hebben voor $12 miljoen. En dat was zelfs in die tijd niet veel geld, maar het werelddeel dat blijkt vol met goud te zitten, dus... Het was een goede deal voor de Amerikanen. En bovendien hadden de Russen anders een bridgehead gehad bij de Koude Oorlog op het Amerikaanse continent. Het is altijd moeilijk voor te stellen dat Amerika en Rusland maar zo dicht bij elkaar zitten. Ik geloof dat tussen echt territoria, als je het eiland geweest bekijkt, dan is de afstand maar 2 kilometer, geloof ik. Ja. Bij de, hoe heet die eilanden nou? Ja... Nou, kom ik er even niet op. Maar in ieder geval die Diomede-eilanden. Diomedes Islands. Big Diomede en Small Diomede. En de kleine die is van de Amerikanen. En de grote die is ontvolkt onder Stalin. Alle familie aan elkaar gerukt die aan weerszijden van de grens liggen. Maar ja, als je je dan voorstelt dat Amerika ook maar 140 kilometer bij Nederland vandaan ligt. Dan krijgt dat weer een hele andere lading. En dat is waar. Het dichtstbijzijnde van de Virgin Islands, de Amerikaanse Virgin Islands, ligt op slechts 140 kilometer vanaf Saba, het Nederlandse eiland. En dat is een Nederlandse gemeente. Dus sinds 2010 is het hoogste punt van Nederland ook Mount Scenery. En dat is de vulkaan waaruit het hele eiland Saba bestaat. En het is wel degelijk een Nederlandse gemeente en het behoort bij het land Nederland. En dat ligt dus maar 140 kilometer bij de American Virgin Islands vandaan, die ook gewoon Amerikaans grondgebied zijn. Dus Nederland en Amerika liggen 140 kilometer uit elkaar. En dat is gewoon feitelijk juist. Maar goed, ik vind die verhalen over Alaska altijd wel leuk. Ik weet niet waarom Alaska leuk is. Je ziet dat bij Discovery dat er meer mensen dat leuk vinden. Er zijn heel veel programma's over, maar...
Ik heb dat al gehad. Een keer was in de jaren 70. Toen had ik een aantal jaren een abonnement op QST. En daar was een familie die in een blokhut verbleef tijdens die barre winter. En die dus, in die tijd geen telefoon, geen andere verbinding, alleen met amateurradio contact konden maken met de buitenwereld. En ook echt niet dat huis bijna uit konden. Alleen om houtjes te hakken, want het was gewoon te koud. En dat vond ik zo'n geweldig verhaal om te lezen. Ik heb het wel 3 keer gelezen voor me. En dat was fantastisch. Er stond volgens mij ook een foto van op de voorpagina. Helemaal ingesneeuwd. En ja, dat is toch intrigerend. En waarom dat is, weet ik niet. Het is de final frontier. Het laatste stuk van het Wilde Westen dat nog wild is. Alaska. Het is nog niet eens zo lang een staat. Hè. Het is al een lange tijd een territorium geweest. Hawaii is nog nieuwer. Als ik me niet vergis. Maar het is nu dus wel degelijk een staat. Maar ik heb laatst pas geleden nog een keer gekeken. Omdat ik in de BTW-wetgeving ben gedoken in verschillende landen. En dan zie je dat in veel van de Amerikaanse staten hebben ze wel, ze hebben daar niet een echte BTW, maar wel iets wat er een beetje op lijkt. En daarvan is in Alaska geen sprake, maar wel een gemeentelijke BTW. Dus, en die is best hoog ook in heel veel steden. En in grote delen van Alaska geldt een prohibition voor alcohol. Dus net als in de jaren 20 in de rest. En alcohol is daar ontzettend duur. Dus het zal ongetwijfeld wel op enige schaal illegaal gestookt worden. Maar er zijn daar plaatsen waar het absoluut verboden is. Omdat de hoeveelheid alcoholmisbruik daar zo groot is. En je ziet ook dat is de reden waarom het in Scandinavië duur is, de drank. De reden daarvan is dat er veel misbruik is van drank. En ze proberen dat op die manier toch een beetje te beperken. En vermoedelijk is dat doordat de lange winternachten zo deprimerend zijn. Zeker als je al noordelijk zit, dan is het gewoon een half jaar donker en dan weer een half jaar licht. Hè? In Barrow, wat tegenwoordig een andere naam heeft. Maar dat is een van de meest noordelijke plaatsen in Alaska. Maar het is wel interessant. Ik heb mijn leesbril af, dus de chat kon ik even niet lezen. Mijn ogen werken uitstekend, maar op deze afstand niet zonder het Wilde Westen. Ja, ga eens naar Rotterdam. Ja, is ernst aan de frequentie, zou ik haast zeggen. Maar die woont in Rotterdam, hè? Dus Rotterdam-Zuid. Rotje Knoer. Ik ben daar opgegroeid, goede vriend. In de stad Dordrecht. En mijn oom, de broer van mijn vader, die was in die periode een jaar of 7 hoofdagent in Rotterdam. Jawel. En vervolgens ging hij naar een iets rustiger plaats. Werd hij overgeplaatst. Hij wilde terug naar het noorden. Hij kwam toen terecht in, of all places, Winschoten, waar die politieagent, ja, Hans Piek was het. Klopt. De jongere broer van mijn vader, Hans. Dus we waren met z'n drieën. Dat is wel leuk om te vertellen. En ik ben nogal een language freak. En mijn vader ging volgens mij op zijn 8e of zijn 10e. Hij was 10, denk ik. En zijn broer 8. Gingen ze verhuizen van Friesland naar Drenthe toe. De reden daarvan weet ik niet. Maar het is een familie die heel vaak makkelijk verhuisde, die Pieken. En ze kwamen oorspronkelijk uit de regio van Heerenveen, gemeente Doornia-Westal, die niet meer bestaat. Mijn vader die had dat op zijn geboortebewijs, op zijn paspoort ook staan, als geboorteplaats. En als mensen vroegen waar ligt dat, dan zei hij altijd in Rusland. Doornia-Westal. Tegenwoordig door de gemeentelijke herindeling bestaat die gemeente niet meer. Maar het was een aantal plaatsen. Sint-Niek, Kelasgaard, bij de zijde altijd Sint-Niek. En Scharsterbrug. En voor mij is het met Sneekermeer. In ieder geval vlakbij een van die grote meren. En daardoor is er verschrikkelijk zwaar weer. Maar ze gingen naar Drenthe. Maar die broers die spraken Fries. Onderling en met de ouders. Dus het was gewoon allemaal Friestalig. En mijn vader praatte tot het overlijden van mijn grootouders Fries met zijn ouders. En toen kwamen ze dus in Assen te wonen. Er was nog een nakomertje, een zus. En toen hebben die ouders tegen mijn grootouders dus tegen de broers gezegd, je moet tegen het zusje altijd Fries praten. En dan was het leuke dus, maar Assen ligt niet zo ver van Friesland, hè, geografisch. Maar het leuke was dus dat ze uiteindelijk met een Friestalige man getrouwd is. Dus dat kwam heel goed uit. En zij woonde op de grens tussen Grun en Friesland in Surhuisterveen altijd. En daar wordt nog een deel van de familie. Die man die was eerder getrouwd geweest. Dus de ouderen die zijn uit zijn
eerdere huwelijk en er zijn nog drie, volgens mij drie kinderen die van mijn tante zijn, die dus echt familie van mij zijn. Maar ik spreek ze zelden, ik spreek je familie sowieso zelden. Ik had veel contact met mijn jongere neef, die de zoon van oom Hans was, maar ook dat is al heel erg lang geleden verwaterd. En ik weet dat hij kan ik dat vertellen? Of kan ik dat niet vertellen? Maar volgens mij was hij vrij hoog bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het laatste wat ik zag, maar hij zou ook wel tegen zijn pensioen aan zitten. Ik denk dat hij 2 jaar jonger is dan mij, dus dat kan niet zo lang meer duren. Maar ik ga niet met pensioen. Ik ben nog lang niet dood. Ik ga nog heel lang door. Zeker nu mijn ogen het weer doen. De reclameblokken. Oh, de reclameblokken. Ik vergeet allemaal de reclameblokken. Oh, grote griddels nog aan toe. De reclameblokken. Oh, wat moeten we daar dan mee? Mag de pijn, mag zeg. Dan moet ik even kijken of we ergens reclame kunnen vandaan frutselen. Eens even zien. Er is wel reclame hoor. Volgens mij. Nee, niet. Hey. Oké. Nou. Daar ben ik dan mooi klaar mee, mensen. Eens even kijken. De reclameblokken. Eens even zien. Wat hebben we hier? Of ik hem kan vinden, want anders moet ik iets anders verzinnen. Nou, dat maar even dan. Even kijken. Ja, dat gaat natuurlijk mis met mijn microfoon, hè? Dus dat ik die even dichtzetten. Oh nee, dat gaat natuurlijk niet. Dan hoor je hem niet. Maar je hoort mijn microfoon klaar. Heeft u jingles nodig voor uw webrijd? Ik ga hem zo afspelen en dat zou dan via mijn microfoon gaan. Nou, u weet, lukt het toch wel. Even de speaker aanzetten. Hola. Heeft u jingles nodig voor uw webradiostation of podcast? Kijk op stemdemo.nl. Lage tarieven snel klaar en alles recht en vrij. Nou, dat is niet echt te horen, hè? Dat is niet echt te horen, hè? Dat is goed. Nou. Audio weer dicht. Ik zal eens even kijken of ik dat op een andere manier hoorbaar kan maken. Dan mag ik bijna mijn kool zeggen. Dat is de macht en gewoonte. Even kijken, waar moet ik heen? Hierheen. Even. Ja, nu moet ik even een hoop dingen regelen. Moet ik hierheen? Ja, dit is echt. Hier had ik niet op gerekend, mensen. Hier had ik niet op gerekend. TI. 3X, DV, Bravo. Ja. Schiet op, joh. Ja. En nu? Nu kan ik nog wel opstarten, volgens mij. Waar zitten we inmiddels? Oh ja, hier. Nou, dit leidt tot vele pauzes waarin ik echt na moest denken. Nou, als ik dit nu zo opstart, dan weet ik bijna zeker dat dat goed gaat. Moment. Heeft u jingles nodig voor uw webradiostation of podcast? Kijk op stemdemo.nl. Lage tarieven, snel klaar en alles recht en vrij. Ah, nu heb ik weer audio. Nou, dat was de reclame. Dan moet ik wel deze dichtzetten. Kwam dat door of wel? Dit was een serieuze reclame die op mijn station gelopen heeft trouwens. Een tijd. Ja. Als reclamespotje. Dus ja, hij heeft hier toch weer gratis reclame gehad, die meneer daarin. Meneer is, dat hoor je aan zijn stem niet en aan zijn uitspraak, maar die is Antilliaans.
Een enorm goede stem wat dat betreft. Dus, en hij is heel goedkoop met de jingles. En hij doet het best goed. Dus ik heb er nog wel meer van hem. Als ik je kan vinden hoor. Even kijken. Dit bijvoorbeeld. Zo, ik heb er nog meer, maar ik weet niet waar ik die kan vinden. Dan heb ik nog te kijken. Nee, die kan ik niet vinden. Dus, ik weet nog niet of het op de server staat, dus het zou best kunnen dat dat niet zo is. Bladibla. En die pas, die kon ik niet meeluisteren, dus ik heb niet gehoord wat er gebeurde. Roy Bergen, ja, Roy heeft wel een, ik weet eigenlijk niet hoe hij nou ook alweer heet. Oh ja, zijn achternaam heet hij Susenbach. Dat klinkt niet erg Antilliaans. Maar ik weet niet wat zijn voornaam is zo snel. Stemdemo.nl, daar staat het vast wel op. Ja, nee, ik bedoel, aan mij hoor je ook niet dat ik in de Rimboe ben grootgebracht. Toch? Of kun je dat wel horen? Ik heb geen idee of dat een woord is, joh. Maar, nou ja, in de Rimboe, in de hoofdstad van de provincie was het wel. Ja, nee, ik ben benieuwd naar die nieuwe microfoon. Ja, dit is een condensatormicrofoon. Dus, dit is eentje met fantoomspanning op een analoge, zeg maar, die niet digitaal de zender meteen op gaat. Ik heb een klein mengtafeltje waar permanent dat geluid van DMR.li op staat. Hè. Dus dat ding dat staat altijd aan. En ik heb voor de zekerheid, omdat ik niet wil dat er per ongeluk zakelijke gesprekken op de zender komen. Of ander geluid uit de huishouding, zeg maar. Ik trek altijd alle microfoonpluggen eruit. En ik heb twee schuiven voor het audio, zodat je ook geen restgeluid of ruis hoort. Hè. Ja, nee, leuk. Leuk, ja, ik ben met, hoe heet dat, de Schumann-verhaal bezig. Maar dat vlot niet erg. Ik heb daar al wel een begin van ingesproken. En ik heb al een stuk herschreven, of in ieder geval aangepast. Maar dat moet gewoon nog. Maar ik ben heel benieuwd. Ik wil de komende weken weer gaan scripten. Maar de afgelopen week was ik ben nog niet helemaal, hoe zeg je dat? A bit shaken. Sinds die operation, de last, eigenlijk alle twee wel, de operaties. Ik weet niet hoe je het in het Nederlands zegt. Shaken is een goede. Ja, ik ben nog niet helemaal weer tot rust gekomen, zeg maar. Het is of mijn hoofd een berg met herfstbladeren is, die door een bladblazer omhoog geblazen zijn. En het gaat een beetje langzaam voordat ze allemaal neergedwarreld zijn. Dat is een goede beeldspraak ervoor. Ik vergeet ook steeds dingen. Dus, maar goed, ik heb tegenwoordig een goede planning tool die ik zelf gemaakt heb. Not stirred, oké. Okay. Ja, martini. Maar ik drink geen drank, hè. Hoewel, ik zou best eens een vodka willen lusten, maar ik moet het niet doen. Want ik heb ongetwijfeld, ik ben van een rumbone word ik al dronken, ja. Nee, dat is geen dementie. Ik had dat ook toen ik 20 was. Dat ik, en ik heb één keer heel veel gedronken. Dat was op de bruiloft van de meneer waar ik je van de week over vertelde, de huisarts uit... Hoe heet dat? Uit Schimmert. Toen die ging trouwen, dat is de gelegenheid geweest dat ik in mijn leven het meest gedronken heb. We kwamen daar 3 uur 's middags binnen. En we werden meteen getrakteerd op glazen champagne met een randje suiker om de rand van het glas heen. En daar heb ik er volgens mij 3 van achterover geslagen. Toen zei mijn toenmalige vriendin, is dat nou wel verstandig? Ik zei, nou, volgens mij kan ik er vandaag tegen. ja. En dat bleek het geval te zijn, want ik ben de hele dag gewoon op mijn benen blijven staan. Ik heb ook een keer een Twentse bruiloft gehad. En toen heb ik op het podium staan zingen. Ook niet helemaal vrij van alcohol, maar ook niet stom dronken. Maar het was wel met een groep mensen zingen, maar ik heb wel gezongen. Dat is voor mij de enige keer dat ik op een podium heb gezongen. En waar was dat in? Born was dat in, ja. Of is het Achterhoek? Ik weet het nooit. Ja, Triple, dat heb ik ook wel gedronken, ja. Westmalle. Ja, erg lekker. Maar ik drink tegenwoordig alleen maar alcoholvrij bier. En zelfs daar heb ik last van soms. Hè. Dat is echt niet te geloven, maar dat is wel zo. Ja, ik mis dus een enzym in mijn maag, zo goed als zeker. Dat is een bepaald syndroom. En dan breek je alcohol niet af. Dus dan blijft dat in je systeem rondzingen.
En dat heeft grote gevolgen, ja. Ik ben een keer op het werk, ik werkte nooit op vrijdag. Ik werkte op dinsdag, woensdag en donderdag. En dat was deels vanwege mijn gezondheid, deels omdat ik nog een dag per week studeerde. En toen was ik er wel op vrijdag. En dat gebeurde één keer per 2 jaar of zo, dat ik een keer bij die vrijdagmiddagborrel was. Dus en die hadden ze ook ingesteld zonder mij dat te vertellen, die vaderflikkers. Tot ik er een keer achter kwam, heel toevallig, door de stagiair dat noemde. En toen dacht ik, nou, toen ben ik er ook bewust een keer bij geweest. Die zei, ja, dan kom ik wel terug onbetaald. Je zei, vercheckt of jullie het ook over mij hebben. Maar, zonder gekheid, nee. Maar ze hadden me inderdaad, ik weet niet waarom dat niet zo was, maar ze hadden mij dat niet verteld. Misschien dat ze wel bang waren dat ik zou zeggen van, nou, dat is niet eerlijk of zo. Maar zo kinderachtig was ik niet. Maar goed, ik ben toen wel, en ik heb een paar keer op vrijdag gewerkt, dus ik ben er toen een paar keer bij geweest. En één keer dacht ik van, nou, één keer drink ik geen frisdrank. Ik pak wel gewoon een Heineken, een blikje Heineken. En ik weet nog dat het blikje ongeveer aan de datum was. En dat ze toen zeiden van, ja, die ligt hier al zo lang. Zou je dat nou wel doen? Maar we hebben er niet zoveel meer. Ik zei, ja, ik wil toch een bier. En ik had in die tijd, was nog de tijd dat ik mijn slaapapneu nog onbehandeld was. Dus ik woog toen. Ik woog nooit veel meer dan 60 kilo met mijn 1,90 meter in die tijd. Dus ik was een soort wandelend skelet. En dat was heel raar, omdat ik ongelooflijk veel at. Ik had 20 plakken brood met Friese nagelkaas en dat soort beleg bij me. En dat ging altijd, was altijd om 4 uur was dat op. Maar ik had toch, soms niet. Maar ik had echt heel bewust wat brood tot in de middag bewaard. En dat heb ik pas toen opgegeten, zodat ik een flinke bodem had voor die Heineken. Maar ik was zo dronken dat een collega tot bijna aan mijn huis mee is gelopen. Omdat hij bang was dat ik anders niet heel huis thuis zou komen. Of zelfs in het geheel niet. Zo dronken was ik. Van 1 blikje bier. Maar het is wel goedkoop. En ik ben heel gezellig als ik gedronken heb. Dat hoor ik dan weer wel achteraf. Dus. Maar ik ben nooit, ja, echt dronken ben ik niet geweest. Maar dit was wel zo erg. Dat wil zeggen, nooit zo dronken dat ik het me niet herinner. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Maar dit was wel heel erg, ja. Ik kon echt op mijn benen zowat niet staan. En ik moest een hoge brug over om op thuis te komen. Daar vlak bij het werk. Mijn brug over de Eem. En daar kon ik amper naar boven komen. Dat was echt. Dat herinner ik me nog steeds heel goed. Het was vrij warm. En oh. Ik weet niet meer ik weet ook niet meer welke collega het was, maar ik weet niet, het was wel een meneer, weet ik nog. Maar of hij mijn moeder ingepraat heeft om die brug op te krijgen, dat herinner ik me dus niet meer. Maar het is ook wel lang geleden. Dat is, begin jaren 90 geweest. Maar goed, het is wel goedkoop. En tegenwoordig drink ik alleen nog alcoholvrij. Sommige alcoholvrije wijn, die moet je echt niet drinken, want je kunt beter de smaak van terpentijn hebben, dat is echt... En andere is weer, dat smaakt als een kinderfrisdrank. Is echt, ik heb bij Albert Heijn een fles gekocht die ik het liefst, ik vond, ja, het was 6 euro. Ik denk, ik gooi het maar niet door de gootsteen, want dat vind ik ook weer zonde. En dan drink ik het toch maar op, ik ben er niet beroerd van of zo. En het kan ongetwijfeld zonder gevaar geconsumeerd worden. Maar dat was geen plezier. En per picnic hebben ze 1 soort wijn. Hoe heet het nou alweer? Nou ja, goed, in ieder geval, de rode variant is daar best goed van. Eigenlijk best wel heel goed. Ik bedoel, in die zin dat het op de smaak gewoon het lekkere is van de wijn, zoals ik, wat ik aan de wijn waardeerde. En je merkt niet heel erg dat er geen alcohol in zit, zij het dat je er niet dronken van wordt. Maar dat soort wijn, daar mag geloof ik 0,3% of zo aan alcohol nog in zitten, omdat je er nooit helemaal uit krijgt. In Zweden is het trouwens zo dat de norm voor alcohol in het verkeer is daar zo streng. Dat als jij 2 repen chocola eet, dan genereert je lichaam zoveel alcohol zelf. Dat je al niet door de test komt. En dat schijnt echt waar te zijn. Dus, maar goed. Eet ook geen grote hoeveelheden maanzaadbrood. Want als je ooit een keer een heroïnetest moet doen, dan kom je er ook niet doorheen. Want maanzaad zijn de zaadjes van de papaverplant. Waar dezelfde stoffen in zitten. En daar kun je ook high van worden. Maar goed, dan moet je nog wel veel meer broodjes eten. Of gewoon een hele bak van die poppy seeds. Maar volgens mij is dat niet echt mogelijk. Maar goed, wie weet breek ik dat ook heel slecht af. Ik heb het nooit geprobeerd. Gelukkig maar. Ik heb ook de neiging niet. En waar hadden we het nou over? Het ging toch over de zendhobby? Of, oh. Ja.
eigenlijk, wat ik eigenlijk wel graag zou willen. Wat ik nog zeker de komende tijd een paar keer ga doen, dat is als mijn aluminium hoedje klaar is, een paar keer een uitzending presenteren. Op video, met hoedje of met een missie. Dat ik was. Wat ik ook wel leuk vind bij, hoe heet die site nou ook alweer? Militaria for You. In Zutphen is dat een dumphandel. En die hebben allemaal uniformen uit de DDR-tijd en zo. Dat ik een keer een pet uit de DDR-tijd koop. Hoe heet het? Nieuw old stock. Maar ik moet natuurlijk niet hebben dat ik iemand anders een hoofdluis ermee naar binnen haal. Dus het moet wel. Het moet wel een beetje. Hè? Maar zoiets, zo'n typisch Russisch-achtige pet op, dat lijkt me echt wel leuk om dat. Ja, dan doe ik mijn gecamoufleerde mondkapje weer op. Want ik ben zo verlegen als wat voor de camera. Maar ik heb ook wel een paar keer een Daily Minutes ingesproken. Als je op YouTube gaat kijken, kun je dat wel vinden. Waar ik zichtbaar in beeld ben. Maar dat wil ik dan maar eens weer gaan doen. En eens kijken of dat werkt. Of ik daar wat mee kan. Ik doe sowieso meer met filmpjes. Ik heb vandaag, sinds mijn ogen het weer doen. Hè, de belangstelling voor fotografie is weer terug. De belangstelling voor video is weer helemaal terug. En die was niet weg. Maar ik merk toch wel dat de motivatie wat gering was. Ik heb in de week nadat ik voor het eerst naar de oogarts geweest ben, nog een nieuwe camera gekocht. En ik heb ook een fotowerk gedaan in die tijd. Hè. Ik zie nu wel dat de kwaliteit toch niet helemaal zo was als dat ik eigenlijk dacht dat het was. Maar het was niet, hoe zeg je dat, niet zo suboptimaal dat ik het niet kon verkopen. Maar ik heb betere foto's geëdit. Maar goed. Maar daar wil ik wat mee doen met video. Maar wat ik eigenlijk ook wel graag zou doen, dat is iets meer humor. Ik ben wel over sommige spotjes heel tevreden. Dat bekende spotje van de stemmetjes uit de tijd van de Daily Minutes. En dan vooral die met dat rietje, die vind ik zelf, dat is echt mijn favoriet. Dat die twee stemmetjes zitten te discussiëren over antenneplaatsingen. Dat één zegt van nou, ik heb hem met biezen geschilderd en er zit bovenin zit er een knik in. De mensen denken dat het een rietje is. Die vind ik zo grappig. En die heb ik zelf bedacht. Maar ik blijf die leuk vinden. Ik moet om je eigen grappen nooit lachen. Maar dat doe ik dan in stilte. Hè. Ik vertel het nu wel. Maar over het algemeen geef ik daar geen rugbaarheid aan. Maar ook van Wokka Wokka zijn er wel een paar die heel leuk zijn. De hoogfrequent stofzuiger was de eerste. Die heb ik al heel lang geleden gemaakt. Hè. In 2012 of 2013 of zo. Voor de uitzendingen toen op PI3 UTR. Die ik één keer per week deed. Maar... Ja, die hoogfrequent stofzuiger is wel leuk. En daar zitten er een paar bij die sowieso wel heel goed zijn. Maar ik kan beter. Dus, en ik heb daar nooit heel veel mee gedaan. Maar ik heb pas aan een cabaretfestival meegedaan, moet ik bekennen. Ik denk dat ik dat dan ook... En dan zeg ik iets waar ik heel onvoorzichtig mee ben. Ik denk dat ik dat ook met video wil doen. Want dan zie je... Ik kan ook wel redelijk acteren, hè? Dus ik daar kan ik daar wat mee doen. Dat vind ik wel leuk. Als ik mijn schroom overwin, het rare is, ik ben een heel ingewikkelde persoon in een aantal opzichten. Ik heb geen plankenkoorts, gek genoeg. Ik heb aan sommige dingen een absolute hekel. En toen ik net met Dista begon. Toen kende ik degene met wie ik dat samen deed, dat was PA en GF, die kende ik nog niet zo goed. En met name kende hij mij nog niet zo goed. Dus hij zei gewoon van nou, we gaan lezingen geven over Diestar. En ik zei van ja, ik geef geen lezingen, dat doe ik niet. Ik geef geen lezingen, dat doe ik gewoon niet. Ik heb er een hekel aan, maar ik heb ook een enorme schroom om daarvoor op het toneel te staan. Of op de voorgrond te staan. Ik wil dat gewoon niet. Ik vind lezingen voor een microfoon leuk, maar ik vind het niet leuk als ik voor een zaal sta. En er is namelijk een kans dat ik dichtklap. En dan heb ik afgesproken dat ik een verhaal zou houden. En dan komt er niks uit. Althans niet iets waar je wat aan hebt. En dat is gewoon heel reëel. Ik heb soms gewoon geen inspiratie. Van de week had ik ook een paar keer heel korte uitzendingen. En vandaag had ik er iets last van, maar toen ben ik toch maar live gaan zitten. Toen ik zag dat ik ineens de tijd vergeten was. En ik ben voor een aantal dingen ik heb al allerlei angsten. Ik ben een enorme hypochonder bijvoorbeeld. En tegelijkertijd als ik dan zoiets cabaretachtigs moet doen, dan kan ik dat ineens heel goed.
Maar ik geloof niet dat ik het ooit aandurf om echt op te treden in, op een reguliere manier. En bovendien vind ik het niet leuk om elke avond hetzelfde te doen. Dus ik zou eerder een stand-upper worden, een stand-up comedian, dan dat je toch improviseert en niet een programma maakt zoals Joep van het Hek doet en dan elke keer dat programma uitvoert. En ongetwijfeld als je... Hij heeft eerst een aantal try-outs waarbij er nog eraan schaaft. Ik denk dat er dan ook nog wel leuke dingen sneuvelen. Maar ik denk dat zo'n voorstelling op het laatste het beste is. Want dan zit dat er goed geroutineerd in. En dan weet je precies. En bovendien mensen als Joep van Dijk weten precies in welke plaats mensen voor wat gevoelig zijn. Dus die weten precies hoe ze zo'n publiek moeten bespelen. Simpelweg als je dat 30 jaar doet, ja, dan ben je daar gewoon heel goed in. Die routine heb ik belangen na niet. Maar ik heb wel een goed gevoel voor wat mensen leuk vinden. Dus, nou ja, misschien dat ik dat nog wel eens ga proberen. In een of andere vorm. Of op YouTube. Of, ik wil in ieder geval in de Daily Minutes uitzendingen daar wat meer mee doen. En soms heb ik wel heel fondsen die heel goed zijn. Maar dat zijn er niet zoveel. Ik bedoel, ja... Mensen als André van Duin, die kopen ook nog steeds gewoon grappen. Tenminste, ik weet niet of dat nog zo is, maar destijds met die variété voorstellingen, dat volgens mij, ik heb gezien dat die, ik weet niet zeker of ik overdrijf daar, maar mensen van dat kaliber kopen grappen in het buitenland. Met name omdat, ja, Nederland is een kleine markt. Dus je kunt vanuit Nederland ook grappen exporteren, maar vrij gemakkelijk, want aan de andere kant van de wereld kennen ze dat niet. En andersom zijn we toch niet helemaal op de hoogte van wat iedereen op het toneel in Las Vegas doet. Wat wel grappig is, dat schiet me dus wel in de dwarsstraat hoor, maar wat wel grappig is wat me te binnen schiet, is dat ik de afgelopen jaren, er is in Londen een heel bekende winkel die materialen verkoopt voor goochelaars. En die mailde mij of ik niet op hun mailinglijst wilde. Ik denk van ja, jullie vergissen je toch, ik ben geen goochelaar, maar... En toen heb ik me er toch, en later hebben ze me eraf gesmeten. Na 3 jaar, dat ik 3 jaar kon meelezen, toen was ik er ineens weer vanaf. Want ik ben helemaal geen goochelaar. Maar daar werden dus die trucs allemaal besproken. Dus ik weet van een aantal vermaarde trucs, weet ik daardoor redelijk veel af. Sterker nog, ik weet hoe ze werken. Maar ik heb nooit... dat ik van een... dat is al heel lang zo, maar dat is daar nog heel erg door versterkt. Ik weet nooit... Van een goede goocheltruc te genieten. Omdat ik altijd probeer om de truc te doorzien. En vervelend genoeg lukt dat vaak ook. Dus vooral bij kaartentrucs, dan weet ik precies wanneer iemand de zaak manipuleert. En mensen denken er simpelweg niet aan dat het op dat moment gebeurt. En het gebeurt voor hun ogen, hè. Je ziet het niet, maar ik weet wel waar het zit. Dus dat is wel grappig. Ik zou er niet spelbreker zijn en het voor anderen bederven. Want het is voor mij natuurlijk niet leuk als je weet hoe zo'n truc al werkt. Maar er zijn trucs die ik nog niet eerder gezien heb. En met name bij kaartentrucs, maar ook bij anderen, dan zie ik toch wel vrij gemakkelijk hoe het zit. En er zijn wat dingen die gebeuren die voor mij de aardigheid wel bedorven hebben. Dat die zal ik verder niet vertellen, maar dat is zeker waar. Dus daar heb ik ook wel naar gekeken. Maar ik ga niet goochelen. Nee. Als kind vond ik dat leuk. Ik vond Fred Kaps geweldig. En toen dacht ik van, nou, dat wil ik ook. Want ik wilde die bewondering wel die mensen voor hem hadden. Als kind. Voelde me altijd miskend. Dat was ook een beetje zo. Ik was een beetje een buitenbeentje. Dus ik had niet veel vriendjes. En een paar vriendinnetjes. Dat hadden we wel. Al heel jong. Maar ik wilde eigenlijk dat aanzien en die bewondering wel die goochelaars hebben. Dus dat leek me wel leuk. En in iets te kunnen wat anderen niet kunnen. Toch ben je toch wat bijzonder. Maar dat is ook nooit wat mee doen. Maar cabaret, of in ieder geval wat... of dat dan op de manier is zoals ik dat nu doe. Of op dat ik dat meer zoals die Wokka Wokka spotje. Dat was wel erg hilarisch. Ik heb me daar bij het maken daarvan. Ik kan me voorstellen dat André van Duin en Ferry de Groot ongelooflijk veel plezier hebben gehad aan het maken. En nog steeds, volgens mij doen ze dat nog af en toe. Maar het maken van de Dik voor Mekaar show, dat is gewoon ontzettend lollig. En je kunt enorm veel voorpret hebben bij het bedenken daarvan. En dat heb ik bij die Wokka Wokka en bij de stemmetjes heb ik dat toch wel vaak gehad. En er was toen natuurlijk een enorme hoop mensen op NOS die daarnaar luisterden. En het was relevant, het was hobby gerelateerd. Dat was bijzonder, dat missen we. Ik bedoel, lange tijd waren er wel spotprentjes in Electron, maar toch ook weer niet heel veel. In Ram hebben we een tijd een cartoonist gehad, 2 jaar of zo.
De eerste 2 jaar dat ik bij RAM werkte, hadden we een cartoonist over de hobby. Maar dat sloeg niet erg aan, want die man was zelf geen zendamateur. Dus ja, die kende die subtiliteiten van de zendamateurs niet genoeg. En ik ken heel veel subtiliteiten van een heleboel categorieën. Niet alleen van amateurs. De amateurs zijn moeilijk aan het lachen te krijgen. Dat is een zonde waar. Hé, onweert het in het zuiden. Zie ik nu. Eens even kijken hoe het zit. Triple. Die had ik gelezen, maar het onweer nog niet. Nou, laten we even kijken. Lightningmaps.org. Oh, hier niet zo ver vandaan ook zelfs. Ja. Het ziet er juist zo rustig uit hier. Waait eigenlijk te hard voor. Blijkbaar. Het is ook een heel klein clustertje hier. En in het zuiden inderdaad, ja. Maar hier was het heviger hoor. Maar dat was niet hier, maar dat is onder Utrecht. In het noorden niet. Ik moet even mijn kuchknop gebruiken, want voor mij heb ik kriebel in de keel. Ik heb voor de boel al water gepakt. 2 minuten voordat ik live begon. Dat helpt wel. Ik had eigenlijk koolzuur willen maken, maar er was geen tijd meer voor. Zwitters drink ik meestal thee uit de thermoskan. En dan maak ik gewoon een hele bult en meestal maak ik zoethoutthee. Dat blijft heel lang goed. En mijn thermoskan die blijft zeker 24 uur warm. Dus na 12 uur is die zoethoutthee nog te drinken. Andere thee wordt bitter. Dat kan beter niet doen. Hoewel het ook wel meevalt. Vooral als de kan vol zit en je hebt het deksel niet lang open. Dan komt er weinig zuurstof bij en dan blijft het lang goed. Maar in de zomer... Soms drink ik citroen, een beetje citroen erbij, maar meestal gewoon water uit de kraan waar ik zelf koolzuur bij doe. En dan het water zet ik in de koelkast zodat het koud is, heel koud. En dan haal ik het door het carboniseerapparaat dat ik heb. En dan kan ik zelfs kiezen, ik vind het wel heel fijn als er heel veel koolzuur in zit. Dus ik zet hem vaak op, of ik doe het vaak zodat ik wel 2 keer zoveel koolzuur heb als dat er in cola zit. En ik heb een stalen thermoskan, dat moet je volgens mij een glazen thermoskan niet doen, maar ik heb er eentje van staal, een hele stevige. En daar doe ik dat water dan gekoeld en wel met koolzuur in. En dan is het ook zeker een uur of 8 blijft het echt heel koel. En de koolzuur gaat er sowieso niet uit in de thermoskan. Dus dat is gewoon heel fijn, want dan kun je het hele ding in zo'n liter, dus dan kun je voortdurend glazen uitschenken als je even dorst hebt. Maar goed, dit is gewoon plat water uit de kraan. En de kriebel in de keel is weg. Dat dan ook weer wel. Humor. En er wordt gewoon te weinig gelachen, vind ik. Dat is en bij zendamateurs sowieso. Wat een serieus volk is dat, zeg. Het zijn maar een stelletje eigenheimers, die zendamateurs. Ik heb daar toch wel vaak moeite mee. Ik hoor Onno daar ook altijd over. Het is in Australië geen haar beter. Er zijn een paar kleine subtiele verschillen die hier wat beter gaan, vind ik, dan daar. Maar over het algemeen... Het zijn even grote zuurpieten, dingen horen niet bij de hobby en allerlei onverdraagzaamheid. En ja, soms heb ik zoiets, ik ga daar echt radicaal tegen in, want heb ik daar boodschap aan. En soms dan heb ik toch wel dat ik denk van nou, laten we de bommen niet tegen elkaar opzetten en dat ik er maar niet te veel hard oproep. En ik heb ook wel dingen gedaan die ik gewoon niet in de openbaarheid gebracht heb, omdat die gewoon toch controversieel lagen, zoals koppelingen tussen... Ik heb lange tijd met een koppeling tussen DMR en D-Star geëxperimenteerd. En op een gegeven moment kreeg ik zelfs dreigtelefoontjes toen mensen hoorden dat ik daarmee bezig was. En dan denk ik van ja, jongens, we hebben het nou over. Dit is een hobby. Ik doe dit voor mijn lol. Dat is voor mij ook wel het criterium hoor. Ik bedoel, wat amateurs die nemen die radiohobby zo serieus. Het is bijna een sector of een levensstijl. En dan overdrijf ik niet eens. En verdikken, maar we hebben het over. Het is een liefhebberij. Het is iets om ontspannen van te worden. Niet om, om je druk te maken. Dus ik sluit ook niet uit dat ik nog eens een keer een heel stuk minder aan de zendhobby ga doen. Dat is niet onwaarschijnlijk. Wat ik blijf doen dan, er is 1 ding wat ik gegarandeerd blijf doen. En dat is telegrafie op de korte golf. Dat vind ik erg leuk. En dat is een soort zen ervaring, daar word ik heel rustig van. Dus dat is heel fijn gewoon. Maar goed, dat is nu nog niet aan de orde. Als de tarieven van de repeaters nog verder omhoog gaan. Misschien.
Ik heb net mijn pleitnota geschreven. 24 juli is volgens mij de hoorzitting voor het bezwaar wat ik ingediend heb tegen de hoge repeatertarieven. En ik heb vandaag mijn strategie uitgeschreven wat ik daarbij ga doen. Ik ben goed voorbereid. Ik heb geen idee of het lukt om het naar beneden te krijgen, maar ik ga wel een hele serieuze poging wagen. En ik heb al eerder dat soort bezwaren aangespannen en die heb ik doorgaans niet verloren. Maar goed, geen idee. Resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Maar ik vind het volstrekt onredelijk. Dus, en dat beargumenteer ik ook. Jawel. Ja, nou, ik begin een beetje wat last van wat minder onderwerpen te krijgen. We zijn een uur bezig. Dus, oei, de zondvloed. Net als afgelopen week. Oh jee. Een hoogwind. Of een downdraft. Hoe heet dat? Een valwind. Toch? Ja. Er zijn nog meer woorden voor. En ik schrijf je met een H, niet met twee N'en. Hè. En met mijn oude ogen had ik dat niet gezien. Dat was voor mij moeilijk inderdaad. Zo'n haaltje boven de N. Die kon ik met mijn oude ogen niet zien. Is het geen downdraft? Microburst? Nee, microburst is wat anders. Nee, je hoort pas na 40 seconden hè, of zo. Dus daar zit wat vertraging tussen. Maar het is een downdraft of een microburst. Wat is het dan? Heb je daar een windhose of zo? En maar dat ding met die elektriciteitspalen, dat was een downdraft. Waar vier van die elektriciteitspalen een paar weken geleden naar beneden gingen. En vervolgens op SBS allemaal mensen ongerust, want er lopen hier elektriciteitsdraden boven mijn huis. Ja, dat is dom, daar moet je niet onder gaan wonen. Dat is niet gezond. Ja, nee, maar dat was wel een valwind. Dat was ook in de pers bekend geworden. Dat het een valwind was. Dus dat was wel... Ik praat nu tegen het chatkanaal. Hè? En voor de luisteraars. Je hoort mijn audio met 30 tot 40 seconden vertraging. Dus als iemand op mij reageert. Dan is dat op het chatkanaal ook pas 40 seconden nadat ik iets gezegd heb. Dus vandaar dat ik af en toe stilval. Want dan is er nog geen reactie van mij. Over stilvallen, dat is echt een... Kijk jij wel eens Discovery of National Geographic, Pascal? Aircrash Investigations en dat soort programma's. Bij Aircrash Investigations hebben ze een vertaler. Ik denk dat het een... ja, nee, inderdaad. Maar dat is een windhoos natuurlijk ook. Het zijn altijd heel actieve gebieden waar onweer een rol bij speelt. Nou ben ik even kwijt waar ik het over... Dan ben ik zo afgeleid dat ik weer terug ben naar het originele onderwerp, maar niet meer had weten waar ik het over had. Ja, nee, schrijf dan maar een verhaal af. Nee, dat is gekheid. Ik was het aan het vertellen, vind ik, maar en door die downdraft ben ik dat kwijt. Oh ja, nee, de vertalers van National Geographic en in mindere mate... nou, dat is wel lachen, want die weten nu niet voldoende van luchtvaart af. Dus de vertaler van National Geographic, die vertaalt stall, in overtrek komen van een vliegtuig, vertaalt hij altijd als stilvallen. Dus het vliegtuig, ja nee, hoort het, het vliegtuig vloog steeds langzamer en toen ging die ook nog omhoog en toen viel die stil. Ja nee, dat heb ik, dat is, en die zijn ook heel echt. Maar ik ken ook iemand, en daar ken ik er zelfs twee van. Eentje die heeft dat niet meer, maar de ander nog wel. Die heeft de cockpit van een oude Boeing in zijn amateurjack staan. En daar staat Flight Simulator X op met een heleboel plugins. En dat ding dat reageert wel echt. Je kunt hem dus echt met de hendels en het stuur kun je hem gewoon bedienen. Dus dan kun je gewoon in meerdere monitoren voor de ruiten. En je kunt dat ding gewoon vliegen. Hè? Dat is echt geweldig. Maar ik heb gewoon FG-FS... Ik weet niet of je dat kent, Flight Gear, Flight Simulation for Linux. Sudo apt-get install fgfs en dan heb je hem al. En die is erg goed trouwens hoor, die is mooi. Ja, 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 ja. Ja, je kunt ook voor een paar duizend euro een middag zo'n echte Flight Simulator huren. Ach ja, ik heb er wel eens ingezeten. Ik heb nooit gevlogen, ik heb er wel eens ingezeten in zo'n ding. Maar... En in mock-ups van
van echt. Ik heb in de Columbus module van het ISS ben ik geweest, wist je dat? En dat was de daar heb ik ook nog foto's van. Niet waar ik zelf op sta, dat deed ik nooit. Ik heb wel foto's gemaakt. Maar ik heb nooit selfies gemaakt. Dus dat vond ik niet chic. Maar ik heb in de Columbus module van het ISS ben ik geweest. Dat was op het moment dat André Kuipers net begon aan zijn training in die mock-up. Dus dat was een exacte kopie. Ze hadden er gewoon twee gemaakt van de Columbus module. En één is naar boven gegaan en de andere is hier beneden gebleven om in te oefenen. En die staat in Petten, of in, nee, ja, Petten volgens mij. Nee, Noordwijk. Bij Aztec staat hij. En die is niet, volgens mij niet voor het publiek toegankelijk. Aantal andere dingen sindsdien wel, maar dat soort zaken niet. Het is verbluffend als je kijkt, want hij was niet helemaal afgewerkt. Dus je kon zien hoe die wand eruit zag. En de buitenwand van die module, die bestaat uit aluminium, wat ik denk 3-4 centimeter dik was. En daar hebben ze dus een soort honingraadachtige structuur in gefreesd. Dus die wandjes die zijn op zich maar 3-4 millimeter. En die zijn stevig omdat daar dus een structuur bovenop zit die ontstaan is door een dikke plaat uit te frezen. Dus zo ziet het eruit. En daar zit dan nog een hoeveelheid lagen. Dat is de binnenlaag. Hè? En die aan de binnenkant is gewoon glad. En die profiel zit aan de buitenkant. En dan zit daar temperatuurisolatie omheen. En ik weet niet of er nog een soort van Kevlar omheen zit om micrometeorieten tegen te houden. En daar zit dan een witte laag nog omheen voor de buitenkant. En dat is wat je meestal op de foto's ziet. Hè? Maar dat is wel leuk, want een belangrijk deel van de apparatuur hadden ze al ingebouwd in de Columbus module. Dus dat heb ik ook allemaal gezien. En dat was echt de plek waar André Kuipers heel kort daarna zijn oefeningen ging doen. Wubbo werkte toen bij Aztec. Hè? Die is daarna naar de TU Delft nog gegaan. Maar die werkte daar en degene die mij daar rondleidde, dat was de directe baas van Wubbo destijds. Maar ook al is hij na zijn ruimtevlucht is hij bij Aztec terechtgekomen. En daarna is hij milieuachtige dingen gaan doen aan de TU Delft. Dat heeft hij een aantal jaren gedaan tot aan zijn overlijden. Hè? Dus jawel. Ook jammer dat hij er niet meer is trouwens. Maar ja, hij zat al zo vol ambitie. Dat is best wel triest. Dus... een aardig iemand die soft spoken, zoals de Engelsen zeggen. Jawel. Maar ik heb ook de Deep Space Simulator gezien. Dat zou je mogelijk niet zeggen, maar in Aztec hebben ze een simulator waar ze satellieten bij 272 graden onder nul in kunnen plaatsen. En dan staat aan de andere kant staat er een enorme hoeveelheid schijnwerpers van 20 kilowatt tegelijk. En die warmen dan de warme kant op zoals de zon dat doet in de ruimte. En dan kunnen ze kijken of zo'n satelliet ook blijft werken. En ruimte ernaast. Ik liep daar in zo'n soort operatiekamerpak met zo'n klutsje op mijn hoofd. En van die slippers die ook bij een operatie moest ik bij mijn oogoperatie ook aan. Maar dus zo'n stofvrije verpakking zeg maar. En ze hebben daar zo'n hele grote ruimte. En daar stonden verschillende satellieten die nu ook gelanceerd zijn. Onder andere de eerste Galileo-satelliet. Die volgens mij momenteel nog operationeel is. En hoe heet dat ding? De Envisat. Dat was een environmental satellite. Voor detectie volgens mij van de ozonlaag en nog een paar dingen. Die stond op het punt om gelanceerd te worden. Daar heb ik mijn hand op mogen leggen. Zij het met een handschoen. En ze hadden daar luidsprekerboxen staan van 80 kilowatt audio. Nou, luidsprekerboxen, het was een zuil. En met een aantal horens die je kent zoals vroeger mensen gehoorapparaat hadden. En daar plaatsten ze dus een satelliet in. En die luidsprekers die genereerden het geluid dat zo'n satelliet bij een lancering moest doorstaan. Dan moest je ook die ruimte verlaten, dat gebouw, omdat het zoveel herrie was. En dat was dus wel dat enorme geluid werd dan intern in die koker gepropt. Maar ja, dat is natuurlijk zoveel dat er nog naar buiten lekt, dat dan nog gehoorschade kon opleveren. Dus, maar daar werd dus het geluid van de lanceringen nagebootst en daar werden die satellieten in getest. Dus ja, ik heb daar wel bijzondere dingen gezien. Twee keer geweest. En de ene keer was echt heel lang. Hè. Ik dacht dat ik een afspraak van een half uur had met die mevrouw en die had een hele dag voor me gereserveerd, inclusief een copieus eten in het prestigieuze restaurant van Aztec, wat er daar ook nog is. Dat stond heel goed bekend. Dus, en het was een snelle lunch, want er was niet veel tijd voor. Dan zit je daar dus 2 of 3 sterren eten naar binnen te werken. En ja, maar de tijd dringt.
Vreselijk zoiets. Ja, laten we er even van genieten. Ik bedoel, dan ga ik wel 10 minuten later weg. Maar ja, nee. En die mevrouw die mij rondleidde, dat was dus iemand die elke week met een van de EU-ministers die erover ging, een bijeenkomst had. Die dus daar naartoe ging en dan de middag zat te praten over de voortgang van ESTEC. Mevrouw Heidi Graaf destijds. En voor haar personeel volgens mij niet zo aardige persoon. Nou, iemand zien dat ze iemand afbekte, maar ja, tegen mij was heel vriendelijk. Dus, en ik werd met haar rode sportwagen over het terrein gereden. Dat was ook wel een aardige eer die me te beurt viel. Ach ja, journalistiek werk is wel leuk af en toe. HI. en ik schep niet eens op, dit is ongelogen waar allemaal. Dus ja. Jawel, ik denk dat ik de uitzending ga besluiten. Ik wil eigenlijk niet met een opschep verhaal sluiten. Dus heb jij nog iets? Pascal is degene die het meeste typt volgens mij. Maar als iemand nog suggesties heeft. Je mag me ook bellen in de uitzending. Dat was ik aan het begin al vergeten, maar dat kan. Op 033-455-0194. 033-455-0194. Maar misschien beter wat voor de volgende keer. Zoals meer, misschien dat ik toch alweer op vrijdag live uitzendingen ga doen. Maar ik moet wel een beetje... Zou je een sparringpartner moeten hebben van het kaliber van Jurgen eigenlijk, dat toch wel weer wel. Dus dat wordt dan moeilijk om iemand te vinden. Zit je nou weer tegelijk een verhaal te schrijven? Mozes Kriebel. Nou, ik ben benieuwd. Schumann-resonantie. Dat is de eerste. Ja, lang is niet erg, dan knip ik het wel een stuk. Desnoods in 10 afleveringen. Lang is nooit erg. En bovendien... Er zijn natuurlijk ook altijd wel wat dingen die sneuvelen en ik voeg er ook wel eens wat aan toe. Dus ja, tenzij het heel saai en langgerekt is. Maar daar heb ik nu al niks van gemerkt met de teksten die je gestuurd hebt, dus dat zal wel meevallen. Laten we eens luisteren of de Amerikanen nog aan het praten zijn. Geeft hij de call. Six link online, Papa India 3. Yeah, four, three, not much activity down here, like seven, five, repeater, but I've had a little success with my GD77. Got a new one, the B1, Pathfinder B1, plus putting a hold on that. So three connected stations, you could get away. Breker op de lijn. Hi, saw the listing for that repeater. I believe it's the FOG, which is the same as this repeater, ends in FOG. And I'll be glad if he gets it going. It'll be a little easier to get into than the one in Texas City, which is the one I've had some luck with, but not a lot of activity on there. Anyway, we'll let you guys go and sit here and listen. Final and your eye.
Ja, ik zat even te denken om me in te melden, maar dat ga ik niet doen. Nee. Dit is een leuk portootje trouwens. Dat was mijn eerste porto die ik weer die ik kocht toen ik weer opnieuw begon met de Zendhobby. Een ICE90 van Ecom. Speciaal gekocht omdat er een derde band in zit, namelijk 50 MHz. Maar je merkt wel het verschil tussen die Chinese porto's en dit apparaat. De bediening is toch wel wat prettiger. Wat heel fijn is, echt, er zitten een aantal dingen op die echt heel prettig zijn. Ik denk dat trouwens ook de display in morse uitlezen. Dus dat is voor mensen die niet kunnen zien, is dat heel fijn. Nee, dat is niet de juiste knop. Dan weet ik niet welke knop ik daarvoor moet hebben. En het ding werkt op heel veel banden. Als ontvangst. Hebben we ontvang van 500 kHz tot 1 GHz aan één stuk door. En dat is ook best goed. Ook best goede spiegelonderdrukking en zo. Maar wat heel handig is, dat is dat als je op de linkse knop op het toetsenbord drukt, dan kun je de functie van de pijltjes toetsen en van de knop, de draaiknop verwisselen. Dus je kunt die draaiknop instellen voor het veranderen van frequentie. Maar je kunt ook dat voor volumeknop gebruiken. Dus ik heb hem nu als volumeknop staan. Maar als je wel frequentie verandert, dan is wel, of je wilt even de langste frequentie heen switchen, dan is het ook wel handig om dat met de knop te doen. Nou, dan kun je met één druk op de knop kun je dat doen. Dat is heel fijn. Er zitten meer van die dingen in. En dit ding heeft een shift van die ook, tenminste, nee, een split. Je kunt, er zitten twee VFO's in. Dat hebben de Chinese porto's niet op die manier. En je kunt dus zenden op VFO A en luisteren op VFO B. En daardoor kan ik de shift maken tussen 144.875 en 439.975. Bij andere apparaten doe ik dat door bijvoorbeeld een apparaat te nemen dat twee ontvangers heeft. Dan kun je namelijk de ene ontvanger op de ene frequentie zetten en daar zend je op. En dan zet je het volume daarvan desnoods dicht en de andere daar ontvang je op. Dus dat is een andere mogelijkheid. Maar de porto's die maar één ontvanger hebben en die kunnen doorgaans niet de shift op twee banden maken. Dus eens even kijken, ik hoor een piepje. Er zat dus iemand te zenden. Maar wie dat dan geweest is. Oh, nou niks. Ik denk dat dit zo kort was dat hij niks ontvangen heeft. Normaal spreekt ook de call uit als iemand ontvangt. Of het is iemand zonder call is het porto geweest. Maar dat was zeker van sterkte. Maar ik denk dat het via het netwerk niet altijd goed gaat. Maar goed, er zijn veel mensen die net op Dista beginnen. Die niet weten hoe de instelling moet. Dus dat, ja. Ja, ik had vanochtend al verteld over dual tasking. Dat zeg ik niet om op te scheppen, maar het is wel gewoon zo. Ik heb twee sterke hersenhelften. Dus ik heb de ene hersenhelft die is goed in de alfa-vakken en de andere goed in beta-vakken. Maar bij mij, als ik een psychologische test doe, zijn altijd die twee hersenhelften die zijn ongeveer gelijk. En ik denk dat het daardoor is dat ik vrij goed kan multitasken. Wat ik in elk geval kan is, ik kan tegelijkertijd een goede vertaling maken en een radioprogramma luisteren. Dat gaat niet altijd. Bij sommige dingen werkt dat gewoon niet helemaal goed. Dan ben ik toch te snel afgeleid. Dan is de concentratie voor één van de twee onderwerpen het grootst. Maar over het algemeen gaat dat wel goed. En ik doe dat ook vaak. En het gaat helemaal goed bij morsen. Morsen spreekt kennelijk een ander deel van je hersenen aan dan je normaal bij communicatie gebruikt. En ik kan dus heel goed morsencursus volgen en tegelijkertijd iets ingewikkelds doen wat anders is. Kijk je naar de radio luisteren en strijken, dat kan iedereen, of afwassen. Maar programmeren en een lezing luisteren, nee, heb jij dat soms ook? Dit is wel heel herkenbaar. Heb jij twee sterke hersenhelften? Dat zou wel verklaren waarom het tussen ons klikt. Ik heb dat niet vaak meegemaakt, want het is maar echt een heel klein percentage die dat heeft. En die lopen daar meestal tijdens hun... Nou ja, bijvoorbeeld dat je van muziek houdt, Pascal. En tenminste, niet alleen van muziek, maar dat je kunt musiceren en dat je ook dingen componeert. Tegelijkertijd dat je een technische vaardigheid hebt. Dat is wel een aanwijzing dat het bij jou zo is. Iemand met wie ik dat heel sterk had, dat ik echt de eerste seconde op dezelfde golflengte zat, dat was Wim van der Linden. Wim van der Linden is degene die samen met Wim T. Schippers een aantal tv-programma's gemaakt heeft. Hij is onder andere de medebedenker van Oekons Discohoek. En
omdat ik de website van Wim Schippers deed en Van der Linden met Schippers gebrouilleerd was, was hij geïnteresseerd in wat voor persoon dat ik was en of ik Wim T. kende. En ik heb nog eens geprobeerd om die twee bij elkaar te krijgen, zeg maar. Maar er was te veel gebeurd in de jaren 70 waardoor, en begin jaren 80, waardoor dat toch niet lukte. Wim van der Linden was heel beroemd en die was ook op de voor de Duitse tv maakte die heel veel programma's, bijvoorbeeld Plattekuurtje. Dat kunnen veel mensen zich hier nog voor de WDR herinneren. En hij maakte dus, later voor de Tros Top 50 met de broers Poppers. De mensen die wat ouder zijn, die herinneren zich dat vast nog wel. Vanuit de discotheek van die twee broers in Utrecht. En daar was hij ook de man van. En in die tijd heeft hij een paar uitspraken gedaan die niet gewaardeerd werden. En toen lag hij eruit in het Nederlandse tv-wereldje. En toen is hij naar Amerika vertrokken, naar Hollywood. En daar woonde hij in Los Angeles, ook toen ik hem leerde kennen al. En hij had daar een elektronica bedrijf, een ondersteuningsbedrijf voor hij maakte, en dat was toen heel innovatief, hij maakte een clipboard. Zoals je kent, ik weet niet of je clipboard kent, maar clipboard, dat is wat de scriptgirl bij een filmset in handen heeft, met zo'n klap. En als er dan een scène begint, dan staat daar het scènenummer op en wie erin spelen en andere informatie. En dan klappen ze zo'n klapper bovenop, een klapperboard heet het. En dan klappen ze zo'n klapper even dicht. En de reden daarvan is dat in de tijd dat er op film geschoten werd, werd meestal het video en het audio afzonderlijk opgenomen. En doordat je dus die klap zag, wist je waar het audio moest zitten. De editor wist dat. En hij maakte dus een klapperboard waarop een digitale uitlezing zat met een aantal dingen die erin zaten. En met name het framenummer van de video. En het eerste programma die dat van hem afnam, dat was de Jerry Springer Show. Die werkte uitgebreid en tot grote tevredenheid met zijn klapperboard. De Clipboy heette dat ding volgens mij. Dat was de merknaam. En dat zie je vaak bij mensen die dus die dubbele vaardigheid hebben. Ik heb zelf ook een aantal keren geswitcht. Ik heb geschilderd, ik heb artistieke foto's gemaakt. Ik heb een grote belangstelling voor moderne kunst. Een buitengewoon grote belangstelling. Daar heb ik het in de amateurwereld nooit over. Van de meeste amateurs snappen daar geen fuck van. Maar stromen als Fluxus vond ik zo interessant dat ik in Parijs naar een expositie gegaan ben ooit. Van Vietnamese Fluxus-kunstenaars trouwens. Maar dat was zo uniek. En dat was voor de internettijd. Lang daarvoor. Maar daar ben ik in Parijs naartoe geweest. Ik kwam op een gegeven moment ook. Ik werkte in Amsterdam in die tijd. En ik kwam echt elke twee weken wel een keer in het Stedelijk Museum om te kijken wat daarin. En ik zoog dat helemaal op en vond het echt fantastisch. Dus ik heb ook die dubbele belangstelling heel sterk. En je ziet dat mensen die dat hebben, die switchen tijdens hun leven ook vaak een paar keer van carrière. En ik heb dus in die zin ook een aantal jaren de zendhobby helemaal losgelaten, omdat ik eigenlijk wel genoeg ervan had. Het is bij mij altijd zo dat die technische kant altijd wat dominant is over de creatieve kant. Ik moet altijd ervoor zorgen dat die technische kant niet de overhand krijgt. Want anders dan word ik heel ongelukkig. En dan denk ik van waar komt dat nou van? Nou, oh ja, ik verlies mezelf weer te veel ergens in. Dat is ook de reden waarom ik zeg dat ik wel eens met die zendhobby wil stoppen. Nou ja, dan denk ik, het verklaart in ieder geval waarom wij zo op één golflengte zitten. Want dat heb ik met alle mensen die ik tot nog toe ontmoet heb die dat hebben. En die het van zichzelf wisten. Dat is altijd de reden geweest waarom ik met mensen heel goed overweg kon. Echt zoals het met jou ook gaat. Dus we kunnen eigenlijk, ik bedoel, ik kan de meest lelijke dingen tegen je zeggen. Dat komt eigenlijk nooit verkeerd over. Dus... Dus ja, dat is wel een kenmerk daarvan. Een sterk alfa en een beta brein. Wat ze trouwens, dat vertel ik vanochtend aan Norbert in het QSO, maar wat ze vroeger deden, en nog wel soms. Die twee hersenhelften die zijn verbonden met een flatkabel, om het maar even plastisch te zeggen in computertermen. Dat ding dat heet het corpus callosum. En als mensen heel erg epilepsie hebben, dan, zo erg dat ze dus levensbedreigende epilepsieaanvallen hebben, dan, en dat gebeurt nog wel, maar in het verleden gebeurde dat vaker, dan wordt dus dat corpus callosum wordt losgemaakt, dus dat wordt operatief, wordt dat doorgesneden. En dan zou je zeggen van ja, die twee hersenhelften scheiden, dat is levensbedreigend. Maar dat voorkomt dat een hevige epilepsieaanval van de ene hersenhelft de andere ook op hol jaagt. En dat voorkomt dus de facto dat die mensen omkomen door hun eigen epilepsieaanval. Die aanvallen worden daardoor heel veel minder erg en houden soms zelfs op.
Maar de consequentie van die operatie is dat die twee hersenhelften van elkaar niet meer weten wat er gebeurt. En nou is er een bekend experiment waarvan ik even niet weet hoe dat meer precies ging. Maar daarbij laten ze de mensen, dus ik geloof dat ze de mensen een visuele grap laten zien. En de visuele kant is volgens mij ook waar de spraak zit. Nee, dat is niet waar de spraak zit. Ze laten ze een grap zien die de ene helft van de hersenen begrijpt, maar die de helft die dat kan verwoorden, niet begrijpt. En dan ontstaat er bij die persoon een soort intern misverstand, waardoor die op een manier begint te lachen en niet weet waar dat voor is. En die raken daar totaal van in de war. En dat is een experiment wat je kunt doen met mensen die dus dat corpus callosum niet meer hebben. Maar die mensen functioneren wel, maar ze functioneren wel wat minder dan wanneer het doorverbonden is. Maar niet, ze zijn niet invalide door die enorme mutilatie van hun hersenen. Ze kunnen gewoon verder. En dat is wel gek als je iets zo ingrijpends in de hersenen uitvoert. En bij de meeste mensen is één van de twee van die hersenhelften goed ontwikkeld, de andere niet super goed. En een heel beperkt deel van de mensen heeft dus wel die dubbele vaardigheid, zeg maar. Nee, goed, ik ga ervan uit dat jij dat ook hebt, Pascal, dus wat dat betreft. En ik kan inderdaad twee verschillende dingen ook vrij goed, ja. Dus, en ook wel meer vaak, maar... En het is vooral bij mij de communicatie die... ik kan meerdere communicatiekanalen... Nou, ik heb niet dat links of rechts handig. Het is trouwens ook zo dat je met de linkerkant van je hersenen de rechterhand bedient. Hè? Er zit een kruising ergens. Maar ja goed, die hersenen, dat is wel helemaal een interessant fenomeen. Ik heb daar ooit studie van gemaakt omdat ik heel geïnteresseerd was in artificial intelligence. Echt al heel lang geleden. Het is nu een beetje de buzzword. Heel onterecht, want er is volgens mij helemaal niks onder de zon wat anders is dan eind jaren 80. Ze hebben gewoon nog niks nieuws uitgevonden. Het enige is dat de computers sneller zijn en dat ze het fenomeen een beetje herontdekt hebben. Maar ze doen nog steeds dezelfde dingen als toen. Als ik toen deed. Neurale netwerken en ja, nou ja goed, dus, en ze zijn er heel bang voor, hè. Maar het is wel door neurale netwerken dat bijvoorbeeld zelfrijdende auto's zelf kunnen rijden. Een paar maanden geleden, heb ik een programma gemaakt met AI om mijn eigen planningen beter te maken. Want ik heb altijd enorme moeite met plannen. En dat is dus een zelflerend script. Het is gewoon een script onder Calc van LibreOffice. En dat is een zelflerend script en die maakt mijn planning. En die doet dat op een voortreffelijke manier. En bovendien, als je ziet dat ik de bepaalde werkjes vaak vermijd, dan presenteert hij die op een manier zodat ik ze makkelijk kan oppakken. Zelfs zo gaat hij zover dat hij ze op een bepaald tijdstip presenteert. En die planning die gebruik ik sinds 3 maanden. En ik ben daardoor veel beter gaan plannen. Echt veel beter mijn werk gaan doen. Dus, en dat heb ik zelf gemaakt. Dus, en ik heb ooit vertaalsoftware gemaakt die zelflerend was. En dat was ook erg goed. Maar dat was nog in de tijd van de 80-286. En dat is een computer waar je niet eens meerdere taken tegelijkertijd op kon laten spelen. Dus dat was heel primitief. En wat het probleem was, in eerste instantie werkte die software goed. Geprogrammeerd onder Fox Pro. Ik weet niet of je dat nog kent. Van Microsoft. En gekocht ooit zelfs. Maar dat was dus zelflerend. En het probleem daarvan was, het was in een tijd dat mijn grootste harde schijf 40 megabyte was. Fox Pro is DBase 4. Microsoft die heeft altijd de neiging om wat ze nu ook doen. Hè, dat ze Linux ineens helemaal integreren in Windows. En dat ze dus vervolgens, want dat probeerden ze met de browsermarkt ook, dat ze dan een afwijkende browser maken. En vervolgens bij de websites proberen af te dwingen dat ze gaan werken met hun variant van HTML en dat soort dingen. En dat is typisch des Microsofts. En DBase 4 was de norm, dat was het bekendste pakket. En vervolgens komt Microsoft met Fox Pro. Nee, op het QRL hadden wij database 3 en 4. Dus zodoende werkte ik daarmee. En toen ik daar werkte had ik een licentie van hun die ik mede kon gebruiken. Dus ik gebruik software altijd legaal. Hè?
En ja, toen ik dus een zelfstandig bedrijf begon, toen moest ik er eentje kopen. En ik had een goedkope aanbieding voor FoxPro. En dan doe ik dat in plaats van DBase 4. Maar momenteel doe ik niks met dat soort databases meer. Ik doe meestal in spreadsheets. Maar goed, FoxPro weet niet af van DBase 4. Ik heb geen nieuwe dingen hoeven leren om daarin te kunnen programmeren. Maar het probleem was dat het eerste half jaar werkte die software perfect. En ik heb daar dus vele tientallen opdrachten mee gedaan. Ook gewoon door die software laten vertalen. En dat ging goed. En het werd steeds slimmer. En op een gegeven moment toen kwam de grens dat die steeds langzamer werd. En op een gegeven moment was die langzamer dan dat ik zelf kon vertalen. Omdat het ding zoveel wist, werd die steeds trager. En toen had ik er geen zin meer in. Ik had bijvoorbeeld ik had het op onderwerp kunnen categoriseren. Waardoor ik de database had kunnen verkleinen. En... ik gebruik ook nooit illegale software. Nou, wat ik wel doe, als ik niet weet of ik het wil gaan kopen, dan, en er is geen probeerversie, dan doe ik vaak wel even dat ik het een paar dagen even probeer met een illegale versie. En dat is de enige manier om te weten te komen of je dat bedrag ervoor over hebt, maar vervolgens koop ik het. Maar tegenwoordig doe ik alles, alles is open source. Dus ja, heb ik nog. Ja, ik heb één pakket wat ik gekocht heb. Een heel dure. Maar voor de rest, en dat is de reden ook waarom ik Windows heb. Maar voor de rest niet meer. Dus nee. Maar goed, voor Linux kun je ook niet zoveel kopen. Dat is allemaal. En sommige pakketten voor Linux zijn gewoon een stuk beter nog dan de koopversies voor Windows. Dus piepje was van D-Star. Het gaat nog steeds over de bosbranden en over de hoge temperaturen. Maar goed, merendeel van de stations zit in die regio. Dat is wel interessant om te horen. Nee, je kunt niet 24 uur per dag luisteren. Dus we kijken wie er nu weer op Dista zat. PD5 Hotel Zulu in Zeddam. Kan ik zien op welke repeater dat die zit? Nee. Dat kan ik hier niet zien. Ook op het dashboard wel zien. Ik kan hier ook Amerikanen op horen. R-E-F-0-0. Nou, dat is geef hier. Zo te horen. Misschien hier. R-E-F-0-3-0-Charlie. Ook niet. Dan kan ik alleen terug naar de eigen huisreflector met DTMF. Dus dan even kijken hoe we dat doen. Ik heb daar nou geen geheugen voor geprogrammeerd om dat op deze manier te doen. Staat deze goed? Nee. Zo. Dus dat gaat zo. Zo staat hij weer zoals hij stond. Ben ik daar oproepbaar. Oh, maar waarom een virtual machine dan? Waarom zou je überhaupt Windows 10 gebruiken, denk ik dan? Dat is toch iets wat ik zoveel mogelijk probeer te vermijden. Ja. Ik heb aan een aantal dingen een hekel. En het begint met KPN Telecom en op nummer 2 staat Microsoft. Had je mijn YouTube filmpje nog gezien trouwens? Ik heb vandaag een filmpje gepost. Nou, dat doe ik wel als ik uitgezonden ben. Ambigu betekenis. Ambiguous. Ja, ach. Nee, ik zal zo het linkje op, maar dat doe ik pas als ik
stop met uitzenden. Ik wil niet dat iedereen naar mijn filmpje gaat. Dat ik mijn eigen concurrent aan het creëren. Nou, als je nieuwsgierig bent, youtube.com/PNLETE. Mijn oude call. Dus daar staan de filmpjes van de afgelopen tijd zeker in al te zien, van de afgelopen weken. Ik doe dus wat meer filmpjes sinds de eerste oogoperatie. Heel duidelijk. Ik heb er nog een paar niet gepost. Een van de repeater heb ik daar. Ik heb eentje van de ontvanger van een repeater, maar die zijn vrij donker. Dat is bewust, want het was er nogal stoffig. Nou, niet bewust, maar ik dacht van, dat komt goed uit. En dat is de enige ontvanger die nu werkt. De grap is, die ontvanger bevindt zich dus op een heel andere plekje. Die ligt op zolder. En communiceert via 5,6 gigahertz met de repeater zelf. Dus dat is wel grappig. En die hele repeater is, tenminste het analoge deel is helemaal, maar dat is met de SVX Link. Is dat heel makkelijk te verwezenlijken, maar alles werkt via IP. Geen audiokabels, behalve een heel klein stukje. En wat dacht je wat? Ik weet niet of je net de brom hoorde in de ontvangst. Een deel van die brom komt omdat ik gewoon zo dicht bij de repeater zit en het signaal ook via allerlei gelijkrichters en schakelingen bij de ontvanger komt. En een deel van die brom komt doordat het enige stukje audiokabel tussen de ontvanger en de Raspberry Pi zit. Dat is maar 20 centimeter afgeschermd kabel. Daar komt het signaal van het 10 meter baken sinds een tijdje op door. En die veroorzaakt daar een brom. En je kunt, als je goed luistert, kun je ook tijdens die brom nog soms tikjes horen van de call geven van de repeater. Want tijdens het uitzenden van de call zit er een heel klein pulsje op het uitgangssignaal van de repeater. Maar van het baken bedoel ik. Maar het baken is maar 300 milliwatt, maar omdat het op 10 meter is, is het near field veel groter in afstand dan dat dat op 2 meter en 70 centimeter is. Dus ik heb waar ook in mijn huis, heb ik, als ik mijn oscilloscoop pak, die kan ik waar ook in mijn huis neerzetten. Met de probes kortgesloten heb ik altijd meer dan 20 millivolt aan signaal van het baken staan. Zo sterk is dat overal. Dus het zit echt overal op de verwarming. Alles wat van metaal is, daar zit dat bakensignaal op. En dat merk je dus ook hier. Ik had vroeger een telefoon van KPN notabene. Die was heel gevoelig voor het signaal. En dan hoorde je bij elk telefoongesprek de call geven ertussendoor. Dus, het waren maar tikjes aan het begin, aan het einde van een punt en een streep. Maar het was wel prominent hoorbaar. En iedereen die zei van, hey, wat hoor ik toch op jouw telefoon? Je had er geen last van bij de gesprekken, maar het was wel hoorbaar. Goed. Ik ben lang aan het woord, zeg. Veel langer dan ik dacht dat ik aan het woord zou zijn. Nou, ik ga de uitzending afsluiten. Ik had absoluut niet gedacht dat ik zoveel te zeggen had. Het was meer, ik was de tijd vergeten. Maar ik heb het ook natuurlijk te danken aan de mensen op het chatkanaal. Met name die ene persoon die er zoveel typt. Moses Kribbel. Pascal, wat heb je veel getypt? Maar daar heb ik het ook al naar te... Ja, ik ben echt om 7 uur begonnen toch? Het is, ja. Bijna 2 uur bezig, jongens. Time flies. We are having fun. Ik ga de Daily Minutes afsluiten. Ik vind het mooi geweest. Met de bekende muziek. En hoort het, bedenk wel dat de Joker van België nog altijd bij ons is. Hè? Zoals ik aan het eind van de uitzending altijd zeg. Nou, ik ga hem afsluiten. Bedankt iedereen voor het luisteren. Ik heb nog geen beeld van hoeveel er geluisterd hebben, maar dat zullen er vast wel een paar zijn. En we gaan het vaker doen, dat live. En ik ga dus ook echt mensen laten inbellen en dat soort dingen. En ik ga interviews doen de komende tijd. Dat ga ik nog echt ook oppakken. Daar ben ik al heel lang van plan. Ik roep dat al heel lang. Maar soms moet het gewoon een keer gebeuren. Zeker.
I've. Heeft u jingles nodig voor uw webradiostation of podcast? Kijk op stemdemo.nl. Lage tarieven, snel klaar en alles rechtenvrij. Support for it.